Become Human. Een nieuwe serie op mijn kanaal. Ik weet het, ik heb nu al GTA 5 lopen als story. Ik heb Walking Dead lopen als story. Ik heb... wat had ik nog meer lopen? Walking Dead, GTA en Batman heb ik ook lopen als story. Maar dit komt in de plaats van... Even nadenken. Dit komt in de plaats van... Uncharted, sorry. Uncharted, ik kon even niet op de naam komen. We moeten ons kijken of alles goed staat. Qua language en qua ondertitels en zo. Nederlands tekst. Ondertiteling aan. Kleur van de ondertiteling. Oké. Ja, dat staat goed. Please adjust your screen settings. Tuurlijk. Maar ik hoop dat jullie er weer zin in hebben, jongens. Ja, dat staat ook goed. Thank you. Now select your profile. Goed. Op welke moeilijkheidsgraad willen we hem spelen, jongens? Even kijken. Ja joh. Doe deze maar. Weet je het zeker? Ja, dan zeg ik het toch niet. When this sign is displayed, please do not turn off your console. Mm-hmm. You are now ready to begin Detroit. Mooi. Remember, this is not just a story. Huh? This is our future. Oké. Dit is onze toekomst, jongens. Let's go, laten we beginnen. 15 augustus 2038. Wie is dit? Oh, mijn controle begint te trillen. Oké. What's happening right here? Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Negotiator on site. Waar hebben ze het over? Jullie moeten beseffen, hè? Ik heb dit spel nog nooit gespeeld. Ik speel hem nu voor het eerst. Dus ook voor mij een grote verrassing wat er gaat gebeuren. Even kijken. Dit is de hele familie. Oké. Maar ik hoop dat jullie er weer zin in hebben, jongens. Nieuwe serie. En ik weet inmiddels... Please, you gotta save my little girl. Wie? Wat? Waar? Wait. Hoe? You're sending an android? Oh, we zijn een android. Oké. Okay. You can't do that. Oké, okay, weten we dat ook? We zijn een android. Why aren't you sending a real person? Zoek Captain Allen. Wacht even. Oh. Hallo, mag ik? Dank u. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt met een nieuwe game. Even kijken. Redden we de vis? Ja, we redden de vis. Jullie kunnen mij trouwens ook helpen bij dit soort keuzes. Als jullie zeggen van jongens, van Hayruddin, doe het niet, dan doe ik het niet. Als jullie zeggen van Hayruddin, doe het wel, dan doe ik het wel. Zoek Captain Allen. Zo kun je interacties zien wat je moet doen, oké. Dus met... Kijk, en met L3 kunnen we kijken wat we moeten doen, jongens. Captain Allen, my name is Connor. Hoi. I'm the android sent by CyberLife. Ja, ik ben gezonden door CyberLife. It's firing and everything that moves. Oké. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. Ja. If it falls, she falls. Oké. Deviant's naam. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? Ja, want ik moet weten wat ik moet doen. En shock. Has it experienced an emotional shock recently? Listen. Saving that kid is all that matters. Whoa. So either you deal with this fucking android now. Whoa, okay. Stap je terug, vriend. We zijn hier om te helpen, hè. Zoek uit wat er is gebeurd. Red de all cost, oké. Dus wat het ook ons kost om diegene te redden, we moeten het doen. Oké. Scannen. Oké.
dit. Oh, gaaf. We kunnen reconstrueren wat hier is gebeurd. Oké. Okay. Terug. Deviant pakt de pistool van vader. Oké. Terug. Dus we moeten zoveel mogelijk dingen uit gaan zoeken, jongens. Hoe meer we weten, hoe beter het is volgens mij. 51% kans van slagen. Oké. Gaat goed. Wat is dit dan? Hier kan ik iets doen. Scan. Oké. Even kijken. Hier nog wat. Kogel recht in het hart. Oké. Even kijken. Zit er nog wat iets wat ik kan doen? Ah, hier. Ai. En nog één ding. En dit kunnen we dan ook weer reconstrueren, jongens. Let's see. Die vader, die zat hier. En hij had iets in zijn handen vast. Een tablet. Vader hield iets vast. Oké. En toen kwam er iemand binnen, schoot hem dood. Die tablet, die is die kant op gevlogen. Oké. Okay. 53% kant van slagen. Kijken wat hij op die tablet deed. Hallo? Ah, Deviant was van plan om vervangen te worden. Ah, ze wouden hun Android vervangen omdat hij gek werd. Ah, oké. Okay. Snap het. Wow. Holy. Guacamole, wat wat een schoten. Scan. Overleden. No, dat wist ik nog niet dat hij overleden was. Oké. Wat heb je op je handen? Kruid. Hij heeft geschoten. Oké. En wat zijn er nog meer voor aanwijzingen? Ah, ik kan niet zeggen, wat zijn er nog meer voor aanwijzingen? Kogel, recht door het hart. Ai. Ja, dan ben je wel dood, ja. Oké. Reconstrueer wat hier is gebeurd. De agent schoot daarheen. Verder naar achter dan dit gaat hij niet, dus hij moet naar voren. Oké. Agent schoot op Deviant. Oké. Agent schoot op Deviant. Ja. Oh, er was nog iets. Gijzelaar was zich. Huh? Gijzelaar was getuige van schieten. Oké. Gijzelaar stond er dus naast. Oké. Weten we dat ook weer? Alleen wat hier precies voor informatie is. Oké, dus hij werd. Die agent werd neergeschoten. Ja. Toen heeft hij zijn gun laten vallen. En die gun is. Daar. Sorry jongens. Die gun is daar onder de tafel beland. Oké. Oh. Kom nou. Ik heb
ik die... Oh, ik kan die gun pakken. Ik kan die gun pakken. Nice. Androids mogen geen gun bij zich hebben. Zal ik hem pakken of niet, jongens? Ja, je weet maar nooit waar dat goed voor is. Pak gezellig die gun mee. Oké, dit even analyseren. Wat is dit? What are we waiting for? Oh. We should take down this asshole. Blauw bloed. Model PL600. Oké. Model P. Dus geen, dus niet hetzelfde model als wij. Wij zijn RX800. Wij zijn een RX800. Dus niet hetzelfde Android model. Oké. Schoen. Een kinderschoen. Ja, dat... dat zag ik ook zonder het op te pakken. Maar fijn dat we weten dat dit een kinderschoen is. Oké. Is het een... Ja, ja. Oké. Die gozer die flipt. We zijn hier nog niet geweest. Oké. Dus... Waar heeft het kind naar geluisterd? Kind hoorde de schoten niet. Oké. Kind hoorde de schoten dus niet. Tablet. Wat zou hierop staan, jongens? Oh, ja, zo ja. Hé. Hey. Kom. Goed zo. Ah, de deviant heet Daniel. Weten we dat ook weer? We kennen zijn naam nu. En we weten dat hij en dat meisje heel erg, ja, close waren. Waren goede vrienden. Totdat we... Oh! Totdat de android zelf aan het flippen was. Oké. Ik denk dat ik nu alles wel gehad heb, hè. Dat we nu wel naar buiten kunnen. Oh, wacht. Er zie je nog iets. Er zie je nog iets. Oh, doe het dan. En wat heb ik hier precies aan gehad? Helemaal niks. Oké. Okay. Naar buiten maar, hè. Oef. Wow, 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 wow. I come in peace, friend. Don't come any closer or I'll jump. Nee. Ik heb jullie trouwens nog één ding niet verteld over dit spel, jongens. Dit spel... Naam. Hi Daniel! My name is Connor! How do you know my name? Ik weet heel veel. I've come to get you out of this. Ja, rustig aan. We gaan gewoon rustig praten. Ah, kans van slagen, kans van mislukken 66%. Kom op. Alleen door zo'n rot helikopter. Oké, kalm. I know you're angry, Daniel. Ja, we weten but dat je boos bent. Trust me and let me help you. Vertrouw mij. Nobody can help me. Jawel. All I want is for all this come stop. On. I just want all come this on. Stop. Dat snap ik, maar ik kan. Are you armed? Ik ga de waarheid zeggen. Yes. Ja. Ja. I have a gun. Ja. Drop it. Oké. No sudden moves, or I'll shoot. Niet springen nu. Niet springen nu. There. Ja. Ik heb gedaan wat je no wilt. No more gun. Niet doen. Oké? Kalm. Jij en Emma. They were going to replace you and you became yo. Upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. Dat begrijp ik, rustig. I thought I mattered. Rustig. Mocht jullie een vraag voor me hebben, stel hem gerust, hè. Something to throw away. Wow, deze android, of wat is het? I know you and Emma were very close. Ja, dat zeg ik dus net. You think she betrayed you, but she's done nothing. Welkom bij de livestream, fijn dat jullie kijken. Dat begrijp ik, maar jij kan haar niet zomaar. Dat begrijp ik ook. But I was wrong. Nee, helemaal niet. She's just like all the other humans. Helemaal niet. Daniel, weg no. Met die gun, kom op.
Het is maar een klein kind. There's no way out, Daniel. Nee! What you've done is too serious. Nee. The question is whether or not you take another innocent. Nee! Hoi, welkom in de livestream. Fijn dat je kijkt. I'm holding all the cards. Nee. If I die, she dies. You hear me? Oh mijn god. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat jullie kijken. I can't stand that noise anymore. Dat begrijp ik. Wat wil je dat ik doe? Tell that helicopter to get out of here. Okay. Relax. Instemmen. Go. Ik heb het onder controle. Weg. Come on. There. I did what you wanted. Laat dat kleine meisje los of gaan. You have to trust me, Daniel. Ja. Let the hostage go. Laat and het I gaan. Everything will be fine. Laat haar gaan. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Als ik de kans krijg om dat te doen, krijg je dat van mij. Compromis. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. Niet doen. I don't want to die. Dat begrijp ik. Zet dat arme meisje neer, jongen. We gaan gewoon praten. You're not going to die. We're just going to talk. We gaan gewoon praten. 100%. Have my word. Zet er neer. Okay. Zet er neer. I trust you. Ja, okay. Zet neer. Oh. Holy. Oh. What the. Boy, yo. Ik had ze net zijn vertrouwen gewonnen, man. Damn. Ik had net zijn vertrouwen gewonnen. Gaan jullie zo doen? You lied to me, Connor. Nee. You lied. Nee. Zij schoot op jou. Wij niet. Ik heb niks fout gedaan. Oh my god. En nu loopt hij gewoon zonder... Missie geslaagd. En hij loopt gewoon weg. Oh. Shit. Okay. Wat een begin van dit spel. Hier zie je de flowcharge. Okay. Okay. Wauw. Okay. We kwamen hier binnen. We hebben de vis gered. Alles onderzocht. Wat... Heb ik eigenlijk alles onderzocht wat ik moest onderzoeken? Bijna alles op één ding na. Stel die vindt gerust. Maar we hadden hier ook een heel andere uitkomst kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat Connor doodgaat. Of dat steeds weer een andere uitkomst. Maar we gaan door. Oh my. Oh. Wat is dit? Oké. Hallo, this is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. Staan we nu serieus zelf in zo'n. We staan nu serieus zelf in zo'n. Zo'n winkel, jongens. Oh my god. At the moment, we're doing a special promotion on we staan gewoon zelf in zo'n... Wauw. We staan zelf in zo'n winkel. We worden gewoon zelf verkocht. And it comes with a 2-year warranty for parts and labor. Wauw, dit zijn gewoon androids. At night, it switches to surveillance mode and contacts emergency services. Break in or if it detects smoke. Excuse me, how much is that one over there? The NP-800 is slightly more expensive, but it has many other functions. Come along and I'll show you. I don't like this guy. Oh nee. There it is. Wij worden toch niet gekocht door deze piezerik. Kom op. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Deed echt een auto dat? Anyway, it's as good as new. Ik geloof dat niet. Except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory.
I hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did. Okay. AX400, register your name. Wij zijn er. Kara. My name is Kara. We zijn nu een meisje in plaats van een jongen. Okay. Sony. Quantic Dream. Zelfde makers als Heavy Rain, die ik nog niet gespeeld heb op mijn kanaal. En waarschijnlijk ook nooit ga spelen. Maar ik weet dat die makers ook naast die maken gewoon hartstikke goede spellen. Naughty Dog maakt zeker spellen zoals Uncharted, die we al helemaal van begin tot eind hebben uitgespeeld. En Quantic Dream is ook wel een goede gamemaker, zeg maar. Wauw. Get your own Android today. Wauw. Okay. Hey, maar ik heb er wel zin in om dit voor jullie te gaan doen, jongens. Echt wel. Ondanks dat we een heleboel series hebben lopen. Ik heb echt wel zin om dit voor jullie te gaan lopen doen. Als jullie er ook zin in hebben, geef dan even een like. Wauw. Hoe realistisch zit dit eruit, man. Sorry. Okay. Wauw. Kara. We zijn van Connor naar Kara gegaan. Okay. November 2038. Wanneer zijn we weer? Huh? Wow, okay. Androids die op kinderen passen, jongens. Naar jullie paints. Oké, we moeten dus naar een winkel gaan, jongens. Maar waar zit die winkel precies? Daar. Androids die kinderen duwen. Androids die met mensen gaan rennen. Oh my. Hey, water. Het is groen, dus we kunnen doorlopen, denk ik. Wauw. Ze zijn er echt flink op vooruit gegaan. Daar is het. We lopen gewoon rustig naar de winkel. We hebben eigenlijk wel geld bij ons om dat te betalen, jongens. Om verf op te halen, denk ik. Deze maar niet voor de winkel heeft niet voor niets paints, dus. Androids doen hier letterlijk alles. Alles. Okay. We zijn bij de winkel, jongens. Open this door, please. Hoi. Wat nu precies? Hallo, wat nu? Dank u. Mijn hand wordt gescand. Identification verified. Is dit ook een Android? Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Betaling. Payment confirmed. Wow, wat? Sorry, ik heb net chips gegeten. Wat een manier van betalen.
staat als mijn volgende opdracht. Hallo? Een lijst met opdrachten, alstublieft. Pak de bus naar huis. Oké. Connor, Kara en deze gast heet. Geen idee. Ah, zo kun je je camera ding. Even kijken, daar moet ik heen. Ze zijn. Where the fuck you going, tin can? Waarom doe jij zo gemeen? Hey guys, check it out. We got one of those tin cans here. Ah, kom op. Jongens. Hey! Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. Vriendin, jij duwde me net op de grond en nu verwacht je van mij dat ik zomaar opsta? Kom op. Oh. Jongens, kom op. Gun een android. Wauw, mensen vinden androids echt niet leuk, of? You ain't going anywhere. We're gonna fuck your bitch ass up. Yeah, waste it. Do it. Hey. Alright. Laat me los. It's enough. Leave it alone. Genoeg. Teach this bastard a lesson. Nee, jij moet mij loslaten. Damage it, I'm gonna have to find you. Dank je. Take your job next. I'll see you like it. Jullie hebben. Let's go. Oké, ik ga me er niet eens mee bemoeien. Ik wou alleen de bus naar huis pakken. Meer niet. De bus. Android compartment. Oké. Wauw, dus wij mogen niet eens bij de mensen gaan zitten. Gewoon puur omdat we Android zijn. Oké. Het begint al goed. Was dit serieus het hoofdstuk? Oh my. Dit was serieus het hoofdstuk. Ik had hier ook nog iets anders kunnen doen, maar blijkbaar kon ik dat niet vinden. Of nee, als ik niet door die mensen was gelopen, waarschijnlijk was het compleet anders gelopen. Maar we zijn wel door die mensen gelopen, dus had ik mijn bepaalde pad ontgrendeld. 5 november 2038. Nog steeds. Wauw. Dat is een armoedig huis. Wacht. Deze gozer heeft zo'n huis, maar kan wel een Android betalen, wat? Uitstappen, denk ik. Ja, we zijn door hem gekocht, dus uitstappen, dat is het beste. Oké, en nu? 2 weken, so the place is a mess. 2 weken weg. The washing, you cook the meals, and you take care of. Oké. God damn it, where the fuck's the brat gone now? What? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Ja hoor. Get started down here, then you do upstairs. Is goed. Okay. Oh.
god, oh my goodness. Die gozer die heeft heel lang niet meer opgeruimd. We gaan eerst dit wel even opruimen. Even kijken, waar is die vuilnisbak, vuilniszak? TV on. Hier. Waarom? Hè? Hoezo kan ik niet? Nou, laat maar. Maybe. Zo. Zo. That's what you need. Zo. Ga ik die even opruimen? Yeah, yeah. I can get that. Tafel hier. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar iets zegt me dat dit niet zo'n aardige man is. Ik weet niet waarom, maar iets zegt me dat dit niet echt een aardige man is. Hij lieverd, ben je bang? Even kijken. Heb ik nu alles? Ja, hè? Niet alles, want anders was die wel. Hè? Wat mis ik dan nog? Oh, daar. Altijd ervoor zorgen dat je huis schoon is. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Die man heeft serieuze problemen. Oftewel, hij heeft een creditcard proberen aan te vragen, maar dat is zelfs niet gelukt. En nog steeds vraag ik me af, hoe heeft deze gozer een Android gekocht zonder... Nou, dat snap ik nog steeds niet. Dat zal ik waarschijnlijk ook nooit snappen ook. Maar in ieder geval, the trash is outside. Okay, what's the next thing? Oh, naar binnen. Maar ik ben echt benieuwd wat dit verhaal gaat brengen. Oh, wacht. Dit moet natuurlijk wel naar de keuken. Zo. Oké. Ik ben echt benieuwd wat dit verhaal gaat brengen. Oké. We kunnen hier neerzetten en dan gaan we dat nu gelijk. Wat? Todd, wat ben je aan het doen? Ah, fijn. Het ding is kapot. Oh, we hebben gelijk een nieuwe besteld. Oké. Okay. Handig die robot. Oké. What are we doing? We are... Waarom? Dat doe ik toch. Hallo. Kara, doe eens wat ik doe. Nou. Waarom doet hij dit? Nou, waarom doet hij het nou niet? Hop. Ja, dat doe ik. Hop. Nou, dit is gek. Waarom doet hij het nou niet? Dat doe ik al de hele tijd, maar hij wil het niet doen. Waarom wil hij het nou niet doen? Kom. Wacht. Ik denk dat ik even hulp nodig heb. We komen zo meteen terug hoor jongens. Ik ga even hulp inroepen. Hallo? Wacht.
Hallo. Nou, dit is... Dit is best gek. Wat... waarom... Hij wil die draai niet maken. Ik doe dat nu al zo vaak. Hij wil die draai gewoon niet maken. Oké, wat nu? Oh, wacht. Oh, wacht. Misschien deze. Misschien doet hij deze wel. Ik gebruik even een andere controller, jongens. Doet deze het wel? Nee. Maar wel, als ik jou in de oplader doe. Jongens, ik kom zo terug. Ik ga even fixen dat ik dit kan draaien. Om blijkbaar deze controller wil hem gewoon niet draaien. Even kijken. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Maar ik zit een beetje vast. Waarom doet hij het niet? Waarom draait hij niet? Hij draait niet. Waarom doe je het niet? Wacht. Oké, ik ga even wat doen. Kan even duren, jongens, maar als dit werkt, is goed. Mocht u hier trouwens nog een vraag voor me hebben, stel hem gerust in de comments. We gaan het even uitproberen. Ik zeg niet dat het lukt, maar we gaan even iets uitproberen. Want om een of andere gekke reden wil die niet draaien zoals die moet draaien. Want ik snap wat de spel van me wil. En tot maakt daar hele rare geluiden. Even kijken. Hallo? Ja? Ja? Oké. Okay. Even kijken. Oké. Okay. Wacht even. Deze gaat hierin. Gaat die even aan. Sorry jongens, dit moet even gebeuren zo. Anders wil hij namelijk nooit. Dank u wel. Oké. Okay. Gaat deze uit. Even kijken. Nee. Even kijken. Hoe doe ik dit? Uitschakelen bij deze PS4. Wordt gestopt. Annuleren. Verdikkie. Hoe ga ik dit doen zonder dat de opname ermee stopt? Even nadenken. Ja, dat is een goeie. Nee, wacht. Ik speel zo wel even door. Sorry jongens dat ik even moest switchen van controller. Hey Alice! Dat kleine meisje heet dus Alice. Oké. Okay. Wil je nu zeggen dat je dit ook niet meer doet? Heel even. Geweldig. What are you doing? Ik heb even problemen met mijn controller, want dit is niet oké. Okay. Ah, hij is hier al. Ik dacht al. Kara! Yes, Todd? Bring me a cold beer! Right away. Kun je dat ook vriendelijk vragen, jongen? Maar hij wil een biertje, dus... We gaan hem een biertje brengen. Kijk eens aan. Zijn er nog dingen die ik kan doen? Dit misschien ook even opruimen, want je weet maar nooit.
Okay. Ik denk dat dit een stofzuiger is. Stofzuiger aan. Zetten. Goed, zo klaar. Oké. Ah, kijk, hij lief spelen met dat ding. Alice, you better stop that right now. Wauw, en wat mag ze wel? Kleine meisje mag. Vriend, ze was gewoon aan het spelen met dat ding. Meer niet. Laat haar met rust. En wat kunnen we nog meer doen? Oh, verkeerde knop trouwens. We kunnen daar het boekje volgens mij lezen, maar dat is niet bepaald wat ik hoor te doen. Ik denk dat we nog iets in de... hoe heet het kunnen doen? In de tuin. Wauw, godverdamme, er is hier echt heel lang niemand geweest. Oeh. Dit is echt zo'n man die alles laat verpieteren. Het maakt hem echt geen ene piep uit. Dit is echt zo'n man die denkt van, oké, okay, ik maak niks schoon. Want ik heb een Android die dat voor me doet. Hey, Alice. Want ik heb een Android die dat voor me doet. Kan ik met haar praten? Ja, dat kan zo te zien. Tuin. You like playing out here? Nee, ze lijkt me nog wel droevig. Spelen. You look bored. Would you like to play a game? Ze is hartelijk. Oké. Nou, waarom ze nu ineens naar binnen gaat? Waarschijnlijk omdat ze het koud had. Even kijken, wat moet ik nu doen? Doe de was opnieuw. Oké. Hop. Zo, de was zit in de wasmachine. Wasmiddel. Wasmiddel in de machine doen. Wat de piep is dat? Red eyes. Drugs. Hey, nooit drugs doen, jongens. Oh my. You shouldn't mess around with Ik my doe stuff. Alleen je was. I'm sorry, Todd. You stay the fuck out of my business. Unless you want to piss me off. Is goed. You want to piss me off? Nope. No, Todd. Nope, maar als ik ooit jou de kans krijg om jou in elkaar te slaan, dan ga ik het doen. Oh, deze man maakt me boos, jongens. Het is niet normaal. Je mag hier niets. Maar goed. Ik doe alleen je was. Eén ding beneden wat ik kan doen. Of niet? Vast dit het. Rapporteer aan Todd dat je klaar bent. Rapporteer aan Todd. Oké. Okay. Todd, ik ben klaar. I've made a good start down here. I'll head upstairs. Do what you have to do, but stop bothering me. Deze gozer. Out of the way, for fuck's sake! Ik liep alleen langs. It won't happen again. Ik liep alleen langs. Oké. Waarom? Oh, ik dacht wel even dat ik daar niet doorheen kon, maar wel dus. Oké, we gaan naar boven. Nee. We gaan naar boven.
de rekeningen van hem hebben we wel gezien, dus we gaan naar boven. Speelgoed van Alice wat op de trap ligt, denk ik. Ja. Het speelgoed van Alice. En dit is waarschijnlijk tot zijn kamer. Oké, wacht. Gitaar opruimen. Zo. Bed opgemaakt. Even zijn kamer ventileren. Ah, dan moet ik even wachten. Moet ik even die eruit halen uit mijn. Oké. Even zijn kamer ventileren. Oh nee, wacht. Kamer ventileren. Op. Waarom doe je het nou niet? Wat is dit voor. Kamer. Kamer ventileren. Hop. Zo. Oh, dit moet nog opgeruimd. Hé. Zijn platen. Niemand gebruikt meer platen tegenwoordig, maar hij blijkbaar wel. Wat is dit dan? Dat hij into sport is. Dat wisten we al lang, want hij zit beneden hockey te kijken. Antidepressiva. Hoe? Oh, een gun. Ontgrendeld, oké. Oké, volgens mij ben ik klein tot zijn kamer, toch? Sorry jongens, die controller van mij, die raakte leeg. Maar als het goed is, kunnen jullie mij nog horen. Even kijken. Hop, hop. Zo, en dan zo, en dan zo. Hoi, welkom bij de livestream, fijn dat je kijkt. Gozer, hoe graag ik jou niet iets aan wil doen. Oh. Ja, ga er dan in. Ga in die wc. Ga erin. Dank u. Gelukkig hoef ik daar niet naar te kijken. Oké. Alice haar kamer. Oh. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Waarom? Ga Alice haar kamer in. Niet bang zijn. Ik wil alleen je kamer opruimen. Beetje opmaken. Als jullie dit een leuke game vinden, ram dan even op de like knop. En als jullie een vraag voor me hebben, stel hem gerust. Beantwoord hem heel graag. Even kijken. Oh, nee, verkeerde knop. Ja, zij zit lekker in het tentje. Even kijken, waar is dat? Ah, hier is dat boek. Alice in Wonderland. Of course. Hey! Even kijken, wat kunnen we hier nog meer opruimen? Hier nog iets op de boekenplank. Hoi, welkom bij de livestream, fijn dat je kijkt. Hallo, kan ik nog iets op die boekenplank doen? Zo te zien niet. Oké, er zit hier ook nog iets. Oh, nee.
Hier zit nog iets. Niets. Oké, dat zit dus blijkbaar op slot. Even een sleuteltje voor nodig. Haar kamer ventileren is ook wel een goed idee. Ja, ik doe dit. Ik speel dit nu terwijl ik terwijl ik met mijn controller aan de oplader zit. Dus vergeef me als het. Oh nee. Nee, kom op. Kom op. Ja, goed zo. Dat wilde ik doen. Zo. De kamer is geventileerd. Kan ik nu dan met je praten, Alice? Nee, nog steeds niet. Hallo, Alice. Alice. Ik kan niet met dit meisje praten, wat? Misschien moet dit nog opgeruimd worden. Nou, ze houdt erg van tekenen, zie ik. Maar. Ja, oké. Is er een mogelijkheid om met jou te praten, Alice? Of niet? Zo te zien, niet. Ruim tot zijn kamer op. Maar zijn kamer was opgeruimd. Wat? Zijn kamer was opgeruimd. Ik heb je toch niet gemist? Ah, daar nog een klein ding. Ja, ja. Dan snap ik best dat ze zeggen van ruim tot zijn kamer op. Dacht al, hè? Wat is dat? Nee. Kijken of ik nu met haar kan praten nu ik daar alles klaar heb. Kijken of ik nu een gesprek met dat meisje aan kan gaan. Nog steeds niet. Ruim tot zijn kamer op. Maar ik heb hier niks meer. Er is hier niks meer. Tenminste, niet iets wat ik kan zien. Even kijken hoor. Wat heb ik hier misgedaan? Wat is hier niet goed? Oh, ik denk dat ik het al weet. Wacht, stop. Ik denk dat ik het al weet. Ja. Ja, ja. Dat dacht ik dus al. Dit was niet schoon. Zo. Was in de wasmand. Zo. En dan de vloer waarschijnlijk schrobben. Oh, te gek. Ja, nogmaals, ik speel dit op terwijl ik. Kan hem er ook niet even uithalen of zo, hè? Ik weet dat het nu een saai spel lijkt. Hij doet in doet. Afwas, maakt de kamer schoon en zo. Kom op. Mooi. Heel snel weer terug. Voordat je leeg raakt. Oké. Okay. Nu zou ik toch alles gedaan moeten hebben. Wat er gedaan moest worden, dus. Heb jij soms nog iets in je kamer staan? Nee. Is heel gek. Kan ik niet naar beneden? Maak boven schoon. Heb ik net gedaan. Tot zijn kamer nog iets misschien.
Ah, de tv. Wacht, wat? Ruim rotzooi op. Wat heb ik? Dat heb ik zojuist net gedaan. Oké, waarschijnlijk heb ik hier niets aan. Heb ik in tot zijn kamer nog iets? Ja, dit leesboekje, maar... Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat ik ga lezen. Je kan dit ook lezen in extra's. Ja, dat snap ik, maar... Wat doe ik niet goed? Wat... Zie ik over het hoofd? Dat is opgeruimd, dat is opgeruimd, dat is gedaan. Ik snap hier niets van. Wat? Hè? Ruim rotzooi op. Welke rotzooi? Dat is het enige wat ik bedoel. Welke rotzooi? Ik zie geen rotzooi, wat? De kamer is volgens mij geventileerd, ja. Nou. Het is waarschijnlijk zo simpel dat ik niet eens zie wat het is. Hè? Jongens, ik snap niet wat precies de bedoeling is. Ruim rotzooi op. Welke rotzooi? Ik zie geen rotzooi. Ruim tots kamer op. Die is opgeruimd. Heb ik hem misschien niet geventileerd? Dat kan natuurlijk ook. Heb ik hem misschien niet geventileerd? Jawel, het raam staat open. Als het raam niet de schuld is. Wat zie ik over het hoofd? Zo ontzettend duidelijk is dat ik het gewoon niet zie. President Warren spoke today at the opening of a new Cyberlife plant in Milwaukee. At the event, the president again praised Cyberlife's role in the exceptional performance of the US. Is dit het geweest? Oh. Oh ja. Dit moest natuurlijk ook opgeruimd worden. Oh, vind je het gek? Kijk, en nu is Tots kamer opgeruimd. Ruim de kamer... ruim de... Huh, wat? Praat met Alice. Sorry dat dit zo lang geduurd heeft voordat ik het uiteindelijk door had. Nou ja. Oké, zit maar. If you give me some personal information, I could take better care of you. Naam is Kara. What about your mother? Nee. Will she be home soon? Oops. oops. Naam is Your Kara. Father said you chose my name. Kara, it's nice. How did you choose it? De dingen die je leuk vindt. Quiet. Of I don't scare you. Ja, ik hoop niet dat ik je bang maak. Hey. Hartelijk. Ah. Oh. Dit meen je niet. Is het serieus op? Oh.
Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Wat zou je inzetten? Oké. Tafeltje 4, ja. Een familieportret, oké. Een niet zo mooie tekening. Dat zij, het kind werd op de hoofd geslagen. Haar vader slaat haar, denk ik. Oh my. Die vader die heeft mij ons gebroken. Dus het is geen car accident zoals hij zei. Wauw. Dankjewel voor deze informatie, Alice. Hier hebben we heel veel aan. Nou, maar gauw terug voordat Todd het ziet. Hopje gezien. Kistje dicht. Nu. Vraag Todd om nieuwe instructies. Ja, ze speelt. Laat haar spelen. Ze is een kind. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife. Huh? Dat denkt helemaal niemand. Fucking loser. Dat maak je er zelf van. Get a job, take care of his family. Nogmaals, dat maakt... Don't you think I tried to make things work? Waarschijnlijk wel, maar het lukt je niet. But whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up. Whoa, rustig. Raak haar niet aan. Raak haar niet aan. You hate me, don't nee, hé. Hey. Zet er neer, man. You hate me. Wow, deze... Wat? Oké, deze gozer... Oké. Deze gozer is compleet doorgedraaid. I'm sorry. You know I love you, don't you? Nee. You know I love you. Nee, niet zo. Echt niet. Dit kind moet zo snel mogelijk bij hem weg. Wauw, we hebben... Volgens mij hebben we hier alles gedaan. Als ik het goed zeg. Ja, we hebben hier alles gedaan. Nooit. We hebben hier alles gedaan. Even kijken, kan ik zien hoeveel mensen wat hebben gedaan? Nee. Ik kan niet zien hoeveel mensen wat hebben gedaan, maar we hebben hier alles gedaan. Maar die vader, die is compleet aan de drugs en compleet doorgedraaid. Dus het zou het beste zijn als dat kind gewoon weg wordt gehaald. Maar goed, jongens, ik wil hier bij de livestream afsluiten. Bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, vergeet niet het belletje aan te drukken om op het idee te blijven. Dit spel is nu... Ja, voor mij ik denk dat het voor jullie gevoel nog een beetje saai is. Maar dit spel wordt denk ik nog wel leuker. Want zoals je gezien hebt hoe wij de episode zijn begonnen, begon het hartstikke leuk. Dus ik denk dat we Connor en die andere gozer nog wel gaan zien. Jongens, bedankt voor het kijken, nogmaals. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, vergeet niet het belletje aan te drukken om het idee te blijven. Vergeet niet in de reacties iets leuks neer te zetten. Ik vind het altijd leuk om te lezen. En zoals ik altijd zeg is... Laters!